Hallo, ik ben Marian en wat leuk dat je weer kijkt naar het YouTube kanaal van de CGK. Wat leuk dat je gaat kijken naar het verhaal van de kindernevendienst. Misschien heb je het in het vorige filmpje al gezien. De Heer Jezus werd begraven en hij is ook weer opgestaan. Zijn discipelen hadden hem nog niet allemaal gezien. En vandaag ga ik jullie wat vertellen over de Emmausgangers. Zij zagen Jezus ook voor het eerst. De Heer Jezus heeft vroeger 12 discipelen uitgekozen. Deze 12 mannen gingen altijd met hem mee. Maar er waren ook mensen die ook heel vaak bij de Heer Jezus waren. Zij hielden veel van hem. Ze luisterden graag naar hem als hij vertelde over de Heere God en over de boeken van Mozes en de profeten. Deze mensen werden ook discipelen genoemd. Twee van de discipelen waren vanmorgen in Jeruzalem. Ze zijn er vaak de laatste dagen. Samen met nog meer mensen die heel veel van de Heer Jezus hielden. Allemaal hebben ze verdriet en allemaal denken ze maar aan één ding. De Heer Jezus leeft niet meer. De priesters en fariseeën hebben ervoor gezorgd dat de Heer Jezus vrijdagmiddag is gestorven. Aan het kruis. Daarna hebben Nicodemus en Jozef van Arimathea hem begraven in een nieuw graf dat van Jozef van Arimathea is. Alleen rijke mensen worden daar begraven. En Jozef van Arimathea is rijk. De twee discipelen, de ene man heet Cleopas en zijn vriend, zijn onderweg naar huis. Ze kijken somber en praten met elkaar. Het is 2 uur lopen van Jeruzalem naar Emmaus, het dorp waar ze wonen. Ze hebben dus tijd genoeg om erover te praten. En waar praten ze over? Over de Heer Jezus, want die is 3 dagen geleden gestorven. Maar vanochtend hebben Cleopas en zijn vriend hele rare dingen gehoord in Jeruzalem. Enkele vrouwen zeiden dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Zijn graf was leeg toen ze in de tuin van Jozef van Arimathea kwamen. Toen ze weer naar huis gingen, was de Heer Jezus opeens bij hen. En daarna verdween hij plotseling. Cleopas en zijn vriend kunnen niet geloven dat het waar is, wat de vrouwen vertellen. Terwijl de twee vrienden samen praten, komt er opeens een man naast hen lopen. Hij groet hen en zij groeten hem terug. Die man die interesseert hen niets. Ze hebben helemaal geen zin om met hem te praten. Ze doen net alsof ze hem eigenlijk niet zien. En ze praten over die 3 vrouwen die zeiden dat ze de Heer Jezus hadden gezien. Wat is dat een raar verhaal. Ze hadden ook nog engelen gezien, zeiden ze. Cleopas en zijn vriend denken dat de 3 vrouwen een beetje in de war zijn. Misschien komt dat wel doordat ze heel verdrietig zijn vanwege het sterven van de Heer Jezus. Daarom vertellen ze nu natuurlijk allemaal van die rare dingen. De man blijft bij hen lopen en zegt: Hé, waar praten jullie eigenlijk zo druk over? Woont u hier dan niet in de buurt? Weet u niet wat er gebeurd is in Jeruzalem? Antwoorden ze verbaasd. Wat is er dan gebeurd? Vraagt de man. Ze lopen verder. Weet u echt niet wat er gebeurd is met Jezus? Jezus van Nazareth? Hij was een profeet. Hij kon prachtig vertellen over de Heere God. Oh, en hij deed wonderen. Hij maakte zieken weer beter. Hij heeft zelfs een keer een dood iemand weer levend gemaakt. Hij wist heel veel over de boeken van Mozes en de profeten. En hij wist nog veel meer dan de fariseeën en de priesters. Daarom luisterden de mensen heel graag naar hem. Liever naar hem dan naar de priesters en de fariseeën. Deze mannen waren heel erg jaloers op Jezus. Ze haten hem. Toen hebben de mannen van de Hoge Raad hem op een avond gevangen genomen. De volgende morgen gaven ze hem de doodstraf. Ze brachten hem naar stadhouder Pilatus en Pilatus liet hem kruisigen. Vrijdagmiddag om 3 uur is hij gestorven. Wij dachten dat Jezus de Romeinen het land uit zou sturen. Wij dachten dat hij koning zou worden. Zodat ons land weer een koninkrijk zou zijn, net als toen van David. Het is nu 3 dagen geleden dat hij is gestorven. Vanmorgen, toen we weer bij de discipelen waren, kwamen er een paar vrouwen bij ons. Ze vertelden ons dat het graf leeg was.
en dat er niemand meer in lag. Ze hadden wel twee engelen bij het graf gezien. Die zeiden dat Jezus leeft. Toen zijn ze weer naar huis gegaan. En toen opeens zagen ze de Heer Jezus. Twee discipelen zijn ook snel naar het graf gegaan. En zij zagen ook dat het graf leeg was. Maar ze hebben de Heer Jezus niet gezien. De man heeft eerst geduldig geluisterd naar het verhaal. Maar nu zegt hij: kent niemand van jullie dat wat in de boeken van Mozes en de profeten staat? Daarin staat dat Jezus Christus eerst moest lijden en sterven voordat hij naar de hemel ging. De man noemt alle teksten op die over Jezus Christus gaan. Hij zegt erbij: hebben jullie dan niet begrepen de profetieën in de boeken van Mozes en de profeten dat die over de Heer Jezus gaan en dat die zijn uitgekomen de afgelopen weken? Verbaasd luisteren Cleopas en zijn vriend naar wat de vreemdeling over hen vertelt. Wat zijn ze blij dat er dus niets verkeerd is gegaan met de Heer Jezus de laatste dagen. Alles gebeurde zoals het moest gebeuren. Zelfs de priesters, de schriftgeleerden, de fariseeën en Pilatus deden precies wat de Heer Jezus wilde. De drie mannen zijn ondertussen hun Emmaüs aangekomen. De vreemdeling wil verder lopen. Maar Cleopas en zijn vriend zeggen: blijft u maar bij ons slapen. Het is al laat en zometeen is het donker. Cleopas en zijn vriend en de onbekende man zijn het huis binnen gegaan. Ze gaan de tafel dekken, want ze gaan samen eten. Ze zetten brood op tafel en wijn. Er zijn plekken genoeg voor Cleopas, zijn vriend en voor de voor hen onbekende man. Ze gaan aan tafel zitten. De onbekende man neemt een brood, zegent het en breekt het in stukken en geeft hen allemaal een stukje. En opeens zien Cleopas en zijn vriend die een gast is. Het is de Heere Jezus. Ze werden onderweg al zo blij van hem. Hun gast kon hun goede dingen uitleggen. Dat deze man de Heere Jezus was, konden ze niet weten, want de Heere Jezus had hun ogen verblind. En plotseling is de Heere Jezus weer weg. De beide vrienden gaan onmiddellijk terug naar Jeruzalem. Het is al donker. De moeders hadden de kindjes al van buiten op en alle dieren moeten ook naar binnen. Ze lopen de lange 10 kilometer voor de derde keer deze dag. Maar ze zijn niet moe. Ze hebben zoveel te bepraten. Toen ze vanmiddag van Jeruzalem naar huis liepen, waren ze somber en verdrietig. Maar nu zijn ze blij en willen ze dat de discipelen ook blij worden. We hebben hem gezien! We hebben hem gezien! Zegt de vriend van Cleopas. Ons zullen ze zeker geloven. Na 2 uur lopen staan ze voor het huis van de discipelen. Ze willen de deur open doen, maar die is op slot. Ze kloppen maar en ze horen opeens dat er iemand naar de deur toe loopt. Die vraagt wie ze zijn. Wij zijn Cleopas en ik ben een vriend. Ze worden meteen binnengelaten. De discipelen hadden de deur dicht gedaan omdat ze bang waren voor de mannen van de Hoge Raad. Cleopas en zijn vriend vertellen precies wat ze hebben meegemaakt. De andere discipelen zeggen: ja, wij hebben het ook meegemaakt. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is vandaag bij Petrus geweest. Als de discipelen klaar zijn met hun verhaal, kunnen Cleopas en zijn vriend het nog uitgebreider vertellen. Wij zagen dat Jezus het brood brak en het toen aan ons gaf. Maar daarvoor dachten we dat hij een vreemdeling was. Maar opeens tijdens het breken van het brood zagen wij zijn littekens. En toen was hij plotseling verdwenen. We zijn meteen weer naar Jeruzalem gelopen om het jullie allemaal te vertellen. Wat een wonder! Wat leuk dat je geluisterd hebt naar dit bij mijn vrouw. Vond je het leuk? We hopen dat je volgende week weer kijkt. Ik wens je een fijne zondag. Tot ziens! Hosanna, Hosanna, maar zie je het niet. Hosanna.